In Brummen vind je Nico Aaldering. Samen met zijn zoon Nick heeft hij een gallery met de meest bijzondere klassiekers, youngtimers, sportwagens en motorfietsen. En zijn enthousiasme daarvoor houdt hij niet alleen voor zichzelf, maar deelt hij met ons. Hij loopt al! Heb je hem al klaargezet voor me? Kijk, hier gaan we het vandaag mee doen. Allard. Engelse auto. Nou, niet helemaal waar. Ook een beetje Amerikaans, moet ik zeggen. U gelooft het niet? Ik heb er zelfs twee, maar die laat ik even zien straks. En dan heb ik nog een verrassing. Misschien heb ik er wel drie. Ciao! Hoi! We hebben nog een derde modelletje Allard. Kijk, daar staat hij. Met hond. Met hond. Deze is 70 jaar oud. Die is iets jonger. Dat scheelt weinig, hoor. En wat brutaler. Dit is wel een brutaal karretje, dat begrijpt u wel. Maar hij is met hond. Ja, met hond. Hoe is het, vriend? Ja, goed. En met jou? U kent hem wel, hè? Ik wil even de muts afdoen. Zo herkent u hem wel. Allard. Ik vind het toch wel gaaf. Gek ding, hè? Weet je, die dingen zijn eigenlijk voor de racerij gebouwd. Dat zou jou aanspreken. Ja, want een van de eerste dingen die ik wist van Allard, of Allard, hè, is dat ze op Le Mans reden. En dat ze drag-races gewonnen hadden. Want zo is het allemaal begonnen, volgens mij, met drag-races. Er zijn er maar 119 gemaakt. En ik denk dat er nog geen 40 over zijn. Uiteindelijk in Engeland de carrosserie bouwden. En dan verschepen ze naar Amerika. Chassis-carrosserie bouwden ze. En juist, en daar gingen ze dan de motoren erin. Daar gooiden ze een Cadillac-motor in, een hele dikke. Ja. Of een Lincoln-motor. Ook een hele dikke. Daarom waren die dingen zo snel. Ze waren dus eigenlijk heel licht, aluminium. Met een vrij licht chassis. Bloedsnel en levensgevaarlijk. Weet je wat ook zo geestig is? De K2, hè, dit. Ja. Want je had ook de J2, de J2. Ja. Dat was een raceauto, hè? Ja. Dat was meer een raceauto. Ja, ja, ja. Dat was mijn bijna. Veel mensen noemden mij in Engeland. Ik heb tijd in Engeland gewoond en gewerkt. Daar was het van, hey, J2, listen. Ja, daar noemden ze mij gewoon J2. Ja. Ze hebben in Canada, hebben ze het merk weer nieuw leven in willen blazen. Is dat zo? Ja, hebben ze een moderne auto. En dat zag eruit als dit. Het was alleen mooi. Een moderne auto. Ja, tuurlijk mooi. Mijn naam zat erop. Kom maar, Funky. We nemen Funky mee. We nemen Funky mee. Hey. Daar gaan we. Daar gaan we. Wat gaan we doen? Is het startknop? Ja. Koppeling, pot van de koppeling, een schild. Denk je? Ja, schild wel bij. Ik denk dat we even klein... Help! Jeroen! Oh, jongen, zit hij aan? Ja, let op. Let op, jongen. Nee, in z'n één. Jullie kunnen allemaal gaan lullen wat je wil. Wie kan nou gewoon zeggen dat hij rondrijdt met een auto in zijn eigen naam staat? Ja. Ik zal eruit wisselen, Vaas. Let op. Eén kant. Deze heeft er geen... Oh ja, wacht even. Ah ja, die doet af en toe mee. Die doet af en toe mee. Sorry. Nee, ga maar door. Dat gebeurt al vaker weer. Dat is... Hé, maar luister, ik heb een betrouwbare bron dat in 1952, toen deze nieuw geleverd werd, toen hadden ze dat probleem ook al. Hij heeft dan een lange één, hè? Ja, ontzettend. Ik denk, de eerste versnelling tot 50 km per uur door kunnen rijden. Niet te geloven, hè? Dat maakt mij helemaal niet uit. Je had mij in de sneeuw gewoon in deze auto kunnen laten rijden. En dan had ik nog een enorme glimlach op mijn gezicht. Ja, u moet weten, we hebben het er al 10 jaar over. Als je eens een keer een Allard hebt, bel me eens, laat me eens een keer... Met zo'n ding rijden. Met zo'n ding rijden. Ja. We hebben er nu twee. Dat is eigenlijk ongelooflijk. Ik denk dat er geen twee in Nederland zijn. Hou je wel bestraat, meneer Kalff? Hij doet een klein beetje zoeken, hè, nog. Wat denk je over de 51 hoe dat ging? Ik ben er even op wijs dat hij 70 jaar oud is, hè? Ik ben al blij dat als ik rem, dat hij gewoon remt. Dat hij niet rechtsaf gaat. Ja.